gaande vissen? Ja. En heb je visvergunning bij je? Ik ga zelf niet, met die andere jongen wel. Ah, die heeft visvergunning bij. Ja. Wat ga je dan vangen? Snorkvissen, soort dingen. Eerst wij gaan kleine vissen pakken en dan wij gaan die grote pakken. Zo. En ga je opbakken? Ja. Ja, soms is het klein, gewoon weer gooien naar de zee. Zo. Maar vanavond eet je vis? Denk ik wel, misschien ook niet. Soms krijg je helemaal niks. Weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Ja. Dat je gaat aan het vissen. Ja. En voordat je dat doet, heb je haren zo mooi gekamd. Ja, ik was in het centrum met andere kleden, maar ik moet nu gewoon een beetje kleden oud. Dus gewoon voor de stad heb je je haren gekamd? Ja. Niet voor iemand in het bijzonder? Nee hoor. Voor mijzelf. Is het voor jou iemand in het bijzonder? Iemand bijzonder voor mij? Ja. Ja, altijd. Oh, wie is dat dan? Zeg maar mensen dat die kennen. Meisjes of jongens of vriendin. Noem eens een naam. Naam van die... die meisje heet Maria. Maria? Ja. En nog eentje heet Esther. Ja, gewoon vriendin. Ja. Maar dat is mijn tip. Altijd, ik maak mijn haar mooi of mooie kleding aan, dan ik ga staan. Zo. Stel voor dat je nu je mooiste kleding aandoet. Ja. Je haar je op het mooiste gekamd hebt. Ja. Naar de kapper geweest. Ja. En dat je de auto uit mag kiezen die je wil. Ja. En waar rij je dan naartoe? Naar Esther of naar Maria? Esther. Ja. Weet je waarom? Ja, ik weet waarom. Oké dan. Succes! Doei! Die vogels voor het raam, ja. Wie heeft die gemaakt? Dat heb ik zelf gemaakt. Dat is uw hobby? Nee, niet mijn hobby. Oh. Ja, ik weet niet of we even boven mogen komen. Ja, dat mag wel. Nou, dan kom ik boven. Hey. Ja, dit zijn de heren van de techniek. Van de televisie. Ja. Hallo. Goeiedag. Ja. Dan moet ik verder kijken. Hallo. Jan. Roosje. Jan. Hoi. Ja. Hallo. Kijk, dat zie je niet zoveel meer, hè? Nee, dat is waar. Dus dat ben jij? Ja. Toen je 15 jaar oud was? Ja. Wat was toen je plan? Nou, wat zou worden, hè, een maatschappij. En wat was dat dan? Nou, waarom niet verder ben ik geworden. Dus toen dacht je al, woon niet zo verder? Ja. Ik heb bij Oving gewerkt aan de Friese Straatweg. Ja. En waarom ben je dan afgekeurd? Want ik nam te veel hooi op mijn vork, hè, een beetje te veel. Lichamelijk? Ja. Geestelijk. En hoe lang zit je al thuis? Al vanaf mijn 30ste al. Hoe lang is dat? Ik ben nu 52.
Ja, ja. Ja, ik zie toch een beetje triestheid in je ogen. Nou, triest. Als je afgekeurd bent, dan heb je niet veel meer, hè? Nee. Nou ja, ik heb mijn moeder nog en zo. Daar kom ik als zaak. Ja. Dat is je liefste bezit? Ja, zeker. En mijn zussen die helpt me mee. Ja. Ja. En figuurzagen? Ja, dat heb ik, die heb ik gemaakt op Dillenhoogt. En heb je nog iets in je leven wat je wil ondernemen? Nou, er is niet veel meer. Ik ga af en toe helemaal op reis of zo. Of een busreisje of zo. Mm-hmm. Verder is er niet veel meer. Ja. Nou, hij ligt graag op zijn bed te slapen. Dus, en ja, hij gaat ook wel naar mijn moeder toe. Ja. Een paar dagen. Dan, ja, dan onderneemt hij dus wel wat meer dan wat hij nu doet. Dus het is bij hem ja, een beetje slapen, hè? Slaaphuis. Maar ik merk ook dat het een beetje, ik proef ook een beetje verdriet of zo. Hoe bedoel je? Nou, dat je zegt van, ja, nu komt mijn broer Hero op het balkon, als ik er ben. Maar anders, ja. dan slaapt hij heel veel. Ja, klopt. Er zit er ook een beetje verdriet in van, goh, ik had het ook wel graag anders. Ja, eigenlijk wel, ja, dat klopt. Ja? Ja. Dat je toch een beetje wat meer dingetjes doet en ja, toch wat onderneemt. Ja. Dat doet hij niet, hè, Hero? Dus eigenlijk is Hero jouw grote broer? Ja, dat klopt. En heb je nog dingen meegemaakt in leven dat jij, ja, tegen je broer opkeek? Of dat je trots was op je broer? Ja, nou, we komen uit een groot gezin, dus ieder gaat toch een beetje zijn eigen weg. En ja, je hebt je vriendjes en je vriendinnetjes. En ja, dat. Ja, nou, ik weet wel dat hij destijds was je woning stoffeerde. En ja. Je helpt Hero. Dat het netjes blijft hier. Ja, ongeveer. Ja, dat het toch wel wat. Dat hij zich toch kan redden, dus. Ja. Mm-hmm. Ja. Ongeveer? Ja, nou, ik zie het toch ook wel een beetje graag wat anders. Ik vind het rommelig. En ja, maar ja, het zijn zijn spulletjes. En hij moet toch leren zelf een beetje afstand te doen of op te ruimen. En, maar ja, ik doe de noodzakelijke dingen voor hem, dus. Ja. Ja. En ik merk ook een beetje ja, dat je eigenlijk het wel ja, leuker zou willen hebben voor je broer. Ja, ja, klopt. Ja. Dus wat zou jij dan voor Hero willen? Dat hij wat meer, ja, dat hij toch wat meer gaat doen. Dat hij niet al op zijn bed gaat slapen. En ja, dat is natuurlijk niet het leven. Ik bedoel. Kan je nog genoeg doen als je in je kistje ligt, toch? Wat vind jij daar nu van, Hero, dat jouw zusje dat tegen jou zegt? Nou, dat vind ik wel goed. Wat vind je wel goed? Nou, ik heb wat meer moeten ondernemen. Ik kan me voorstellen dat Rosalinde dat wel vaker heeft gezegd. Dat klopt, ja. Dus dan verandert er niks? Nee, niet veel. Ja, misschien nu jullie geweest zijn, weet ik niet. Ja. Vind jij Hero? Natuurlijk zo'n heel impact. Ja, zo vind ik wel wat, ja. En wat heb jij dan nodig om wat jouw zusje vraagt, wat heb jij dan nodig zodat je dat ook gaat doen? Nou ja. Ja, een beetje meer, ja. Ja, wat zou ik nou nodig hebben? Ja. Ja. Dus je bent gelukkiger als je in bed ligt dan dat je aan een activiteit meedoet? Dat moet je natuurlijk ook kunnen, hè? Dus dan vraag ik, wat heb je nodig
om die activiteiten te gaan doen, zoals sporten en naar het inloophuis. Ja. Ik denk meer de moed of zo, dat hij er toch tegenaan ziet op een of andere manier. Is dat het? Misschien. Maar wat kun je nog wel? Nou, slapen. Ja, maar ik hou ja. Echt voor jou dat jij gewoon wat meer gaat doen dan slapen. Ja. Ja, vind ik ook. Dat vind je ook? Ja. Oké. Ja. Geweest nu vanmiddag? Ah, 2 uur of zoiets. 2 uurtjes. En helemaal niks gevangen? Nee hoor. Maar het gaat niet om iets gaan vangen, maar het gaat om. Ik zie dat vissen is sport, geestelijke sport. Ja, een beetje iets anders, hè? Die gassen steken dan in je hand? Een kat had al bij me. Oh, waar gebruik je die dan voor? Nergens voor. Ben je het wachten? Ja. Op wie? Op een vriend van me en nog een meisje als het is. Oh, dat meisje ken je niet? Jawel. Wat mag je nou? Ja, weet ik niet. Is ze mooi? Jawel. Wat is er dan mooi aan haar? Gewoon, ze is knap. Is knap... mooier dan mooi? Wat vind je dan knap aan haar? Ze is gewoon knap. Alles aan haar is knap. Ja. Wordt dat nou vechten? Tussen jou en je vriend? Nee hoor. Wat dan niet? Nou, hij is gewoon een vriend van me. Hij valt niet op haar. En jij wel? Ja. Hoe ga je dat aanpakken dan? Dat weet ik nog niet. Ik zie vanzelf wel. Op je gevoel? Kijk hoe zij reageert. Ja. Spannend? Valt voor mij.